Binnenkort vindt er een speciale herbalancering plaats van de Nasdaq 100-index. Nou, dat kan mogelijk voor veel beweging gaan zorgen op de beurs. In deze video meer uitleg, zodat jij je als belegger daarop kunt voorbereiden. Nou, zoals gezegd speciale herbalancering van de Nasdaq 100. Verandering zal effectief zijn per 24 juli voor beurs. Ja, en speciaal is zo'n herbalancering zeker. Is maar twee keer eerder gebeurd, in 1998 en in 2011. Ja, en zoals gezegd kan dat mogelijk voor veel beweging gaan zorgen op de beurs. Wat we zien is dat sinds begin dit jaar eh, technologieaandelen het namelijk heel goed doen op de beurs. En met name de big tech aandelen, die doen het echt fantastisch. En dat zie je ook als je kijkt naar de Nasdaq 100 afgezet tegen de equal weight variant, oftewel de gelijk variant, waarbij ieder aandeel in die index dezelfde weging heeft. Nou, zie je eigenlijk dat uh, die equal weight variant het een stuk minder doet? Ja, dat laat eigenlijk zien dat met name de grote aandelen de kaart trekken. Nou, waarbij moet je dan uh, denken? Met name die Magnificent 7 aandelen zoals ze het tegenwoordig heten, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta, Apple en Amazon, ja die doen het heel erg goed en gezamenlijk hebben die inmiddels zelfs een te grote weging gekregen in de index en dat zal nu worden aangepast. Hoe gaat dat in zijn werk, nou uh, de Nasdaq 100 bestaat natuurlijk uit 100 aandelen. Ja, grotere aandelen die hebben een zwaardere weging in die index en normaal gesproken wordt er vier keer per jaar wordt die index opnieuw uh, herwogen. Nou kan ook een speciale herweging plaatsvinden ja, en dat is wat er nu gaat gebeuren. En dat komt eigenlijk omdat alle aandelen die individueel meer dan 4,5% weging hebben, ja, als je daarna gecombineerd kijkt, als die gezamenlijk meer dan 48% van de index uitmaken, ja, dan kan er een speciale herweging plaatsvinden. Ja, dat is nu het geval, want die Magnificent 7 die hebben inmiddels zelfs 55% weging en dat is te veel, dus dat dat gaat de Nasdaq aanpassen. Nou, hoe gaat dat verder in zijn werk? 14 juli zal de exacte herbalancering bekend worden gemaakt. Dan weten we dus hoe die nieuwe uh, ja, balancering uitkomt te zien. En 24 juli worden die veranderingen dan ook echt effectief. Nou, dat is belangrijk, uh, omdat de Nasdaq 100 is een belangrijke en invloedrijke index. Veel ETF's, futures en opties die zijn ook op die index gebaseerd. Ja, en je kunt je voorstellen dat... Uh, al die ETF's die gebaseerd zijn op de Nasdaq 100, ja, die moeten ook hun onderliggende posities gaan aanpassen om die nieuwe index te kunnen repliceren. Nou, dat kan gaan zorgen voor verkoopdruk voor de fondsen die een lagere weging krijgen. Dat zullen dus met name die big tech aandelen zijn, die Magnificent 7, want die weging moet omlaag. En er zal juist meer vraag komen naar fondsen die weer een hogere weging krijgen. Ja, dat zullen met name de wat kleinere aandelen in die index zijn. Ja, uh, je kunt dus de komende tijd behoorlijk wat uh, beweging gaan zien in die, uh, in die markt, omdat ja, allerlei partijen aan de slag moeten met die herweging. Nou, zoals gezegd, 14 juli wordt uh, balancering bekend, en 24 juli worden die veranderingen dan ook echt effectief. Nou, mocht je willen inspelen op al die beweging. Dan kun je dat natuurlijk doen door losse aandelen te verhandelen. Uh, je kunt met ETF's aan de slag. Maar er is ook een interessant alternatief waarmee je kunt inspelen op een koersstijging of een daling met een hefboom. Namelijk met de zogeheten factor. Uh, kun je met een hefboom inspelen op een koersstijging of op een koersdaling? Ja, je kunt bijvoorbeeld kiezen uh, factor op de Nasdaq 100. Maar je kunt ook uh, factors vinden op individuele aandelen, zoals Meta, Nvidia, Alphabet en Tesla. Uh, meer informatie over de werking van de factor vind je op de website van Société Générale. Ook het aanbod van factors vind je daar. Onder deze video staan een aantal links opgenomen met meer informatie. Nou, we zijn ook heel benieuwd wat jullie denken over die speciale herbalancering van de NASDAQ en over de tech rally dit jaar in het algemeen natuurlijk. Laat het ons weten onder in de video uh, door een comment achter te laten. Vergeet ook niet te abonneren op het YouTube-kanaal. Dan krijgen we zelf een melding zodra we een nieuwe video online hebben geplaatst. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot ziens.